Dit is insane, sister. En het is ons nieuwe logo van onze interieurlijn. En we zijn nog lang niet klaar. Chaos, 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 chaos. Veel chapter in ons YouTube carrière. Kerstcollectie. Ja, ik ben zwanger, kom op. Oh my god, I'm gonna cry. Dus ik heb gisteren wel een breaking point gehad, denk ik. Ja, ik ging opeens huilen. Welkom bij onze nieuwe vlog van Reinders, waar we onze voorbereidingen vooral voor het pand laten zien. En voor de grote opening wat volgende week woensdag plaatsvindt. Dus het is heel erg spannend. In deze week zie je nog meer dat wij gaan shooten voor onze eigen webshop als model. We hebben Louise ook laten overkomen. Dit is ons kidsmodelletje. Ook voor de stijl shoot voor de kidsfotografie. Ben jij benieuwd wat we allemaal voor interieurdingen vinyl hebben? Blijf deze vlog bekijken. Love van Reinders. Subscribe! Subscribe, y'all! Subscribe! Subscribe! Bode! Zo, good morning! Wow, ik ben echt heel wit, lijkt me ziek. Maar ja, het is vandaag maandag en vandaag hebben we een belangrijke shoot. Want het is onze allereerste shoot in onze fotostudio. En we gaan nu naar Harley, onze make-up look van Rome nadoen. Voor ook in de studio, zodat we foto's matchen. Dus ik ga nu shieldje ophalen. En dan gaan we shooten! Je bent een beetje een goede engel? Ja, beste engel ever. Nou, we zijn klaar. We doen dit keer geen wenkbrauwen. Nee. Dan blijf ik hier echt een uur zitten met mijn wenkbrauwen. Ja. Ik moet nog. I don't leave. No, you don't leave before your eyebrows has done. Morning, kopje. Vergeleken, glam kopje. We zijn nu net klaar bij haar. Kom eens erbij staan, Marie. En wij gaan vandaag de kleuren zwart en met een grey shooten. En zoals onze ogen. Vandaar de metal gray on your eyes lookje. Het is prachtig weer buiten. Ik weet niet tussen je lift zit. Nee, Marie. Het is veel weer buiten. Wij gaan vandaag de hele dag als webshopmodel dienen voor onze eigen webshop. En dan gaan we naar Chels. Die gaat vandaag de hele dag foto's van ons maken in de stijl shoot. Ja. En Harley komt ook even langs het ocean nog. En de kijkbelichting ook is. Oh, zo moe van sporten. God. Oh, dat is niet normaal. We hebben vorige week, dat vandaag is maandag, 4 keer gesport. 4 keer. Want vandaag niet konden, gingen we gisteren. Ja, heftig. Zijn we bezig met foto's aan het maken? Twinset, die Chels. En Harley is er ook om te checken of alles goed gaat. Iets naar voren of naar rechts. We zijn nu met de filmpjes bezig voor de webshop. En het gaat goed. We hebben dit nu geshoot. En we moeten dit nog. Dus we hebben nog wel wat werk aan de winkel. Het is al 4:15. Maar we doen ons best. Kijken. Het helpt hem niet. Het ding loopt echt de hele tijd vast. Te leuk. It's amazeballs. Ja, ik vond het leuk. Ja, ik vond het heel leuk, jij niet? Ja, ik heb een dikke buik. Helemaal niet. Een dikke buik. Bam. Ja, ik was zwanger, kom op. Ik lijk wel zwanger. Beuk in. Buik in. Bam. Ben je er klaar met, Chels? Bijna. Oh. Wel zwaar onderschat al die kleding te shooten, alle foto's te maken, filmpjes van te maken. Dit moeten we allemaal shooten voor de webshop. En we zijn nog lang niet klaar. Kijk nou, en het is mooi weer. En mooie olijvenplanten hebben we. Zo netjes. How cute is of you now? Gewoon heerlijk zonterrasje dicht. Echt, hier hebben we gewoon altijd zon. Dit is ons bar. Dan gaan we even door naar onze kant. Ik weet of er nog vorderingen zijn aan onze kant. Is die dicht? In ieder geval ook een plant bij Air Force. Wel leuk wat meer groen. Wij zijn niet van het groen. We hebben nu een nieuwe style shoots apparaat gekocht, zo heet dat. Om onze eigen fotostudio te maken voor de webshop foto's. Dus als je nu voortaan Reinders gaat bestellen, vanaf volgend seizoen zie je eigenlijk alleen maar ons. Omdat we een beetje wel het leukste vonden dat we wel zelf op bedel gaan staan. Omdat we heel veel vragen ook hadden van hoe het bij ons staat en welke maten dragen, heb ik nu gewoon zelf gedaan. En er was toch ook al heel veel gedoe om het aan iemand anders uit te leggen hoe wij precies de webshop foto's wilden. Dus en de sets. We hebben het zelf gesteld met de schoenen en helemaal hoe wij het zouden dragen. Dus als jij denkt, wat
zullen jullie dragen en hoe je combineren, dan zie je dat straks bij onze nieuwe collectie drop. Wij hebben deze week, wat hebben wij allemaal geshoot? We hebben eigenlijk alles geshoot van volgende wintercollectie. Ja, de volledige wintercollectie, dus alle nieuwe kleuren ga je voorbij zien komen. Ja, alle nieuwe stijls. We gaan nog heel veel foto's plaatsen op onze Instagram, dus houd het in de gaten. We zijn echt, we hebben nog maar 20 gepost, we hebben denk ik nog wel 200. Nou, volgens mij hebben we niet eens 20 gepost. Dus alles wat we hebben geshoot ga je nu zien op onze Instagram. En je ziet ook heel veel Chelsea voorbij komen. Die hebben wij nieuw aangenomen en die doet voornamelijk onze webshop momenteel. Nieuw in het Rijners team, dus daar zijn we heel erg blij mee. Daar dat jullie haar heel vaak zien staan achter de machine. Zij weet precies welke de in en out is. En die houdt ook een beetje in de gaten met buik in, bord wegstaan, haar goed doen. Zit, ja. Dus dat doet Chelsea eigenlijk momenteel. En het is pas een weetje, dus het is allemaal nog heel vrij. Ja. We hebben lekker geshoot en we zijn nu bij mama. We hebben net gegeten en ik heb mijn Rijners badpak aan. Want we gaan lekker in de jacuzzi. Woep woep. Jules zit al in de jacuzzi. En Loes komt ons vergezellen. Hi. Moet ook lekker van die krap vis stips nemen pakken. Wat? Die krap chips. Krap sticks zijn volgens mij niet zo gezond. Nee, chips. Die krap. Die rode. Van de toko. Die zijn wel heel lekker. Oké. Okay. Mee eens. Mee eens. Nou. Kom je niet meer uit. Kom ik gewoon bij. Dit zijn echt de lekkerste chips ever. Oh. Maar ik bewaar even op tot Loes er is. With Essen. Woehoe! En Loes is ook aangekomen. Oh, wat lekker. Waar hou je dat? Amthein. Ik heb Loes gefacetimed. En ze was thuis. En ze kan meteen hierheen rijden. Nam. Wij zien er niet gestrest uit, ondanks dat we sporten. Harley heeft weer vandaag gemake-upt voor de shoots. Dus dat scheelt ook een hoop concealer, lippenstift en goede foundation. Ja, maar het is niet normaal. Ik heb een hele mooie burgundy look, zoals jullie zien. En ik heb wel zelf mijn eyeliner gezet, want dat kan ik gewoon niet uit handen geven. Nee, je hebt heel gewijs. Terwijl Harley het gewoon heel goed kan. Ja, maar wel natuurlijk de rest van mijn make-up. Ja, dus ik was zeker wel gestrest. Ik heb gisteren wel een breaking point gehad, denk ik. Ja, ja. Ik ging opeens huilen, maar ik was ook ongesteld. Misschien is dat. En er ging ook iets fout met glitterboxen. Maar ja, er was verf op gekomen, wat er inmiddels af is. Maar goed, dus stress wordt erbij en dat heb je altijd. Ja, zo, het is vandaag woensdag. En het wordt weer mooi weer, dus ik heb even iets anders zomers aangetrokken. Het pak is van de Zara. Ik moet toch een keer één dagje niet iets van Rijners aan. Met mijn chain van Chanel belt en mijn bobbies. En we hebben vandaag een shoot met Louise, ons kindermodelletje voor de nieuwe studio. Dus die gaan we vandaag mee aan de slag. Maar ze komt pas wel natuurlijk wel naar school, dus ze zullen om 3 zal ze er zijn. En wij hebben vanochtend een afspraak om te kijken, om te stimuleren hoe wij ons YouTube zeg maar groter kunnen brengen. Ik ben erg benieuwd naar de tips en wat het allemaal kan zijn. Dus, ik ga zo weer Shieldje ophalen en Shirin naar haar moeder brengen. En dan zijn we weer klaar voor vandaag. Oké, maar die heeft mij zojuist opgehaald. En we zijn nu in Amsterdam. Gestremd vooruit. En je moet hier naar rechts straks hebben. En voor een afspraak voor ons YouTube-channel. Hier volgt er meer over, dus we kunnen even niet verder vloggen. Maar daarna gaan we leuk naar kantoor, want er worden glitterkubus gebracht. Loïse komt vandaag voor een fotoshoot voor de kids in onze styleshoot. En nog veel meer leuks. We gaan het eten bij Siso vanavond met Chels, Gabi, ik, Marie, mama en Loïse en Sanne. Dus het is heel erg gezellig. Dus we keep you updated. Oh. Gaat het, Marie? Nee. Oh, fuck. Met wie was er een afspraak? Fuck. Weet ik niet. Fuck. Oké, we wisten de naam weer. We hebben even gestopt, want we willen niet dat mensen die namen weten. Oké, wij rijden nu naar binnen. Dus. Zo spannend. Dit is een nieuw chapter in ons YouTube carrière. Toch? Ja, denk het. Oké, Marleen, ik heb net de afspraak gehad. Het was super leuk. Meer vertellen we later over. We gaan nu terug naar kantoor. Ik ga even snel Stinkje ophalen. En Sherietje. Dan gaan we naar kantoor, want we hebben een fotostudio. Vandaag komen de kubussen binnen voor ons kantoor. We gaan even stofzuigen, alles een beetje klaarzetten. Want volgende week, hebben jullie nog helemaal niet verteld, hebben wij een hele grote opening. Samen met Air Force voor ons pand. Het wordt een super groot feest waar we onwijs veel zin in hebben. We gaan onze outfits nog even uitzoeken wat we aan gaan doen. Ook komen er deze week de flesjes binnen wat we hebben gepersonaliseerd. Onze pennen en suikerzakjes voor de klanten. Dus daar gaan jullie allemaal in meenemen in deze vlog. Ja, en woensdag de opening. Wat gaat er allemaal gebeuren? Het is wat insane. Onze zus doet de catering weer opnieuw. Miri komt weer met donuts, suikerspinnen, ijskraam, alles. Chocoladefontein in het rol. Ze krijgen allemaal hele mooie ballonnen van Hip Hip Hooray. Mattenballonnen, filmwand, selfieboot, letters, hele glitters. Hele van twee mensen. Ik weet nog niet of we dat bekend gaan maken. Ja, dat gaan we zeker bekend maken. Oh. Tabitha en Busy komen op tweede. Nee, op de Air Force / Rijners opening. Dat is wordt een heel groot feest. Heel veel lekkere hapjes. We hebben cocktail shake.
shakers tot pocketball bars. En ja, Harley doet al de make-up, Pierrot doet al het haar. Dus het is echt, die kan je nog beglitteren deze dag op de... Een soort festival idee, polaroids maken, lekker glitter op je gezicht. Je kan je haar laten doen. Het is wel op Invite Girls, dus helaas kunnen jullie niet komen. Maar we gaan jullie wel meenemen, zodat we deze hele dag aan jullie kunnen laten zien. En ook wat onze outfit natuurlijk is. Komt alles op tijd binnen. Maandag. Maandag. En ik denk dat onze stoelen dinsdag binnenkomen. Dus echt een dag van tevoren. Of op woensdagochtend. Dat was ook nog een optie. Ja, dus als we het echt één dag eerder hadden ingepland, waren we echt een shark. Ja, en helemaal. Want we wilden eigenlijk, als jullie deze vlog kijken, deze week woensdag houden. Zoals jullie weten was het vreselijk weer. En de aankomende week wordt het tropisch weer. Heel mooi weer. Dus we hopen dat het zo blijft. Want dat, ja, ons geluk kan niet op. Dus... Er komen heel veel leuke mensen naar de opening. Onze hele familie is erbij aanwezig. Ik kan er vrienden, helpen. Vrienden, familie, iedereen kan er gelukkig bij zijn. Influencers, heel veel leuke lieve mensen. Dus dat vinden wij heel erg leuk. En kunnen niet wachten om ons pand aan jullie te laten zien. Very proud. We zijn nu onderweg naar de fotostudio. Chelsea heeft als goed alles klaargezet. Dat setjes zijn klaar. En Louise komt er zo aan. Dus ik heb plezier. Zo, we zijn weer er klaar voor. We hebben nu allemaal de kindersetjes laten hangen. In elke leuk steltje. Ook de hoodies met diamantjes voor de kids. Wie staat je nu? Plaatje. En Chelsea staat ook weer op haar plek. We zijn nu aan het shooten. Hallo. Hoofd op je schouder. Dan ben je ready voor de volgende set. Louise is zo snel dat we gewoon... Nou, we zijn niet bijna klaar, maar het gaat wel heel snel. Superleuk. Next one. Klein stukje naar voren. Ja. Ja. Dit zijn de setjes die wij nog moeten shooten. Jules en Marie, kerstcollectie. Dat is een great nieuw kleurtje. I'm so happy. Want mijn vriendin is er met de glitterboxen. Chauffeurtje. Zo spannend. Ik vind het zo spannend. Oh my god, ik kan het niet. Hallo. Oké. Oh my god. Kijk, ze glinsteren. Oh my god, zo. Dit is niet normaal. Je hebt werkpaarden en je hebt filmpaarden. Jij bent een filmpaard. Ja. Heb je? Ja. Zijn ze heel zwaar? Nee. Schoenen en tassen komen erop. Zo mooi. En weer weet ik niet welke kleur het mooiste vindt. Het gouden glittertje, zwart of zilver. Ik ben net zo crimineel met zijn handschoentje aan. Ja, allemaal diamonds still. Hij ook glitter. Maar dat is wel leuk. Dan zie je zo'n schoen erop straks zo. Ja, ik vind zwart echt mooist. Ah, duisters. Marie en ik hebben, nou, wij hebben eigenlijk vandaag niet geshoot, maar wel samen met Louise. En het was super leuk. We hebben alle nieuwe stijltjes geshoot. Ze werd hartstikke goed door. Ze werd hartstikke hard en ze is een knapperd, maar ook voornamelijk heel lief. Dus dat hebben we allemaal kunnen afronden. Gabi heeft net de glitterboxen gebracht, die zijn echt insane. Maar morgen gaan we deze mooi etaleren bij het marmer. Ze weten precies hoe of wat. Dus dat is wel heel, heel, heel blij mee ook. Het glinstert niet normaal. En nu staan ze nog beneden het magazijn. Dus dat is niet echt deze daglicht. Niet eens mooi of een mooie omgeving. Dus laat staan als het straks helemaal staat hoe we willen. Dus dit gaan we voor jullie morgen filmen. Kijk, was je er ook in? En nu hier. Deze rechtdoor. En nu gaan we gezellig bij Zizo Lounge eten. Lekker sushietjes en dingetjes. Met z'n allen, ook met Gabi en Chels ook. Ik heb honger. Niet normaal. Niemand houdt van sushi. Alleen niemand houdt van sushi. Ja, dat is wel een ding. Gedacht. Nee, Chels houdt wel van sushi. En Gabi leren eten. En alleen Louise en Sanne vinden het niet zo heel wat lekker. Is aan het doen? Ik heb geen idee wat deze vrouw aan het doen is. Die wil bij het kaartje, maar een keer als het veel te ver. Oh, wat was jij vandaag? Dus we gaan nu gezellig uit eten en dan gaan we weer lekker filmen. Wel honger. Ja. Wat hebben we vandaag gegeten? Wij hebben, nou op zich wel wat hoor. Rijstwafels? Nee, eerst ontbijt, 2 pindakaascrackers. Toen een tussendoortje. Nee, geen tussendoortje. Toen teruggestelde jellekoek, toen 2 crackers. En nu net een reep, ik dan. Heb je ook een reep gegeten? Dus we hebben echt best wel wat gegeten. En nu sushi, dus het is heel veel calorieën, dus mogen we eigenlijk niet. Nee, ik ga Mary Riders. Heerlijk bij Zizo, gezellig. Wat hebben we allemaal? Frietjes, kiozetjes, loempiaatjes, kipjes. Bon appetit. Doe je dat? Je tandjes erachter zetten en dan zuigen. Heb je het? Nee. It's a wrap. Kindershoot is klaar. Een geet is klaar. We gaan lekker naar huis. Oh, hier. En
En we hebben voor het kidsmodel voor Louise gekozen. Want dat is altijd een heel lief meisje inside and out. En super knap. En ze werkt altijd hartstikke goed door. En de moeder is hartstikke behulpzaam. En ze vinden dan niks te veel als ze een uurtje langer moeten blijven. Dus en ze vindt het zelf heel erg leuk om te doen. Dus dat scheelt ook. Dus dat is wel gewoon een goede combi. Niet omdat we geen andere meisjes willen. Maar er zullen vast ook nog wel meer meisjes bij komen. Maar nu was het gewoon even handig en snel geregeld. Marien en ik zijn in de auto, want we moesten snel wat ophalen. En we zien vanaf buiten, zien wij, we zijn vet hysterisch. Zie je dat daar? Een bank staan. Hoe enthousiast kan je zijn? Okay. Op de rest van de deur ook niet. Nee! Jawel. Nee! Oh. Hallo! Hallo! Ah. Waar is Marien nou? Weg is die deur nou niet open? Ah. Ik kreeg hem niet open! Oh my god. Dit is insane. Holy motherfucker. Halleluja. Oh, dit is het mooi. Dit is insane. En het is zacht. Maar ik ga hem gewoon uitpakken. Onze eigen reisbank. Wie niemand heeft nog een eigen logo bank. Oh, ik heb het ook van thuis. Oh, dit is mooi. Kom, we gaan het opwaaid kleed erbij pakken. Nee, ik ga deze uitpakken. Hey, kom. Dit is nog niet onze goede vlogbank trouwens, by the way. Die komt even binnen. Ik ook niet. Die is namelijk 4 meter lang. Die is namelijk nog langer en groter. Maar die niet zo schuiven. Oh my god. Dit is insane, sister. Ja, het pand. Wat er dus binnengekomen is heel gaaf. Onze reisbank met twee stoelen. Ja, dat is insane. We hebben deze stof 4 maanden geleden laten maken. Helemaal zelf ontworpen natuurlijk. Zelf ontworpen. En wat je misschien niet zo goed ziet op het film. Maar het is dus een mooie witte laag. Maar daarop zit velvet. En het is ons nieuwe logo van onze interieur. Lijn, eventueel. Eventueel. Dus we houden jullie op de hoogte. Voor nu zeggen we niet meer dan dit. En dan willen we graag dat jullie even reageren om een vlog hier ervan vinden. Wat jullie allemaal graag en of jullie willen. Eventueel ook zo'n bank zouden willen hebben. En wat kussens? Voor de rest nog allemaal besteld is meer voor echte inkopen wij straks hebben. Dan komen alle klanten aan ons toe. Dus dan hebben we suikerzakjes voor besteld. Branded. Allemaal waterflesjes, lollies en pennen. Ja. Dus dat hebben we ook allemaal binnengekregen deze week. En voor de rest, marmerbladen zijn binnen, maar nog niet de onderstelsels. We hadden gehoopt om deze vlog dat te laten zien, maar het heeft iets vertraging gehad. Dus in de volgende week vlog zie je het totale interieur van onze Reine showroom. Is helemaal volledig gesteld. Ja. Een tweede shootdag is gepland. Jawel, jawel. En ik heb mijn eyeliner, make-up en het zin zit nu aan. En ik ga nu shooten. Hoe leuk glinstert mijn BH. Ik heb nu de Loesje RR print aan. Die ga ik zo shooten in de stijlshoot. Onze sieraden van dit seizoen en tasjes. Moeten we ook allemaal nog fotograferen bij de stijlshoot. Nu voor de webshop met Marie alles aan het fotograferen samen met Chelsea. Ondertussen is iedereen bezig om alles schoon te maken en alles klaar te zetten. Want wij hebben volgende week woensdag al onze grote opening. Samen met het merk Air Force voor het pand. Dus het is één chaos. Chaos. Hi Jan. Yo, ready to rumble, see Wednesday. See Wednesday. And he is still single. We hebben de glitterboxen binnen. Kijk, ze glimmen. Die komen dus hier tussen te staan. How pretty. Wat hebben wij binnen? Reine zakjes. Wacht. Reine suikerzakjes. Mogen we niet meer zelf eten of drinken, hoe zeg je? Ze hebben genoeg. En we hebben nog meer gemaakt. We got our own Reiners. Wacht, weer naar voren. Ja, Reiners pennen. Om mee te schrijven. Met zwart inkt. Jawel. En het leukste ever. Reiners lolly. En ze zijn lekker, maar niet normaal. Ze moeten even allemaal in de kasten gaan zetten. Niet voor de verkoop, maar voor de klanten. Vanaf de ramen zie je al een beetje ons kantoor. Zo leuk. Luswaaiers. Joe! Mijn marmer is binnen. Het marmer is binnen. Hoe mooi is dit? Dit is insane. Van de andere kant. Dan deze kleuren. Dit is insane. Oh my god, I'm gonna cry. Yes. We hebben binnen. Ontwerp heeft Jeroen gemaakt. Onze gift room voor de opening gaan we aan alle influencers en BN'ers en ruimte maken waar ze onze Reiners collectie kunnen uitkiezen van de nieuwe wintercollectie. Hij is beeldig. Ja. Ik hoop dat we moeten nu even onder die betonnen rand. Ja. Oh, gesjouw. We gaan ze hoor. Alle rekken worden geleverd. Met een hijskraan. Over het dakterras. I mean, just my back. Not alleen maar de weg.
Ja, wat doe jij nou, Niels? Oké, het is super erg. Maar ik ga weer bij Ziso eten. Maar het is dus niet echt niet goed voor mijn calorieën. Dus ik ga echt aan de gewokte groente dit keer. Lor zit er al gezellig met Louis. En Liz komt er ook heen. En Jan ook. En mama. Dus het is heel erg gezellig. Ik loop een beetje nog in mijn sexy outfitje. Maar goed. Oh, I don't give a fuck. Jan heeft te hard gewerkt vandaag. Wat vond jij ervan? We zijn weer lekker aan het eten. Maar ik zit echt aan een crepe-soepje en een gewokte groente. Lekker hoor, Liesje. Lou, wil je ook een soepje? Soep! Ja, dat is lekker soep. Wil je een hapje? Nee? Wil je dan een hapje? Choco! Is het jouw hoofdstuk? Het komen we er niet meer uit. En wat we volgende week gaan doen is vooral onze nagels ook. Ja, bij mij zijn ze allemaal al. Hele gaaf nagels krijgen we, dus dat laten we ook zien. Hoe we ons haar gaan doen, hoe we de modellen gaan aankleden. Eigenlijk alle voorbereiding komt in de volgende weekvlog plus een deel van de opening. Dan vonden jullie deze vlog nou ook zo leuk? Blijf abonneren op ons YouTube kanaal. Blijf het duimpje omhoog horen en comment wat jullie van de bank uiteindelijk vonden. Ja, en of we het dus eventueel in de verte moeten uitrijden ook. Dus love. Later. Later.